Maar echt, je moet echt het Iron Golem hebben, want hij zit hier niet echt fijn. Voor alle monsters zit hij hier. Nee, ik heb al een hond, die laat ik hier. Die moet gewoon mee helpen. Helaas zijn er geen naampjes achtergelaten. Maar ik heb dat wel. Ja. Maar ja. En die hond mag ook wel even naar buiten. En als er iets aan de hand is, dan kan hij altijd echt heel veel zombies. Ik weet niet of dat veel is. Ik weet niet of dat veel is. Ik weet niet of en natuurlijk even de mooie muur maken. Je moet ook wel eigenlijk komen hier komen, dus de deur. Dus hier kan eigenlijk gewoon de deur maar dan maken. Hier zit iets van dit in. Dan heb ik een hele mini schaal gemaakt. Yo mensen, zoek dat je maar kijkt bij deze nieuwe video. We gaan vandaag weer lekker Minecraft doen. En ik heb net buiten de opnames, heb ik deze jongen gevonden. Ja, dat was een zombie. En ik had van dinges, ja, ik had eigenlijk al iets eerder gekregen, maar ja. Dus ik heb hem lekker omgetoverd tot een, ja, villager nu. En nu zijn we eigenlijk, ik was eigenlijk bezig met een huis voor hem aan maken, maar weet je wel, waarom denk ik van, ja, waarom neem ik dan nog niet op? Nou ja, dan gaan we gewoon lekker een huis bouwen voor hem. Dan doen we lekker allemaal 4 hoog, ik was eventjes bezig nog. Ik vergeet natuurlijk allemaal geen duim omhoog toe, vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. En dan gaan we nu lekker aan het huisje beginnen. Oh, en ik heb dus, je ziet ook een kampvuur. Dus dan komt ook wel goed. En hij is nou lekker bezig, hij is een farmer geworden. Ik heb ook zo'n ding gemaakt. Ik weet niet wat het precies doet, maar dan laat ik hem gewoon lekker farmen. Ik weet niet of ik daar eten van krijg, maar ik moet nog even kijken. Anders laat ik hem proberen, anders ga ik hem proberen dat hij ander werk gaat krijgen. Maar echt, je moet echt een Iron Golem hebben, want hij zit hier niet echt veilig. Ik hoor allemaal monsters en dan zit hij hier. Nee, ik heb al een hond, die neem ik heel even mee, die hond. Helaas zijn er geen naampjes achtergelaten, nou, dan mag ik zelf al een naam vertellen. Ach ja, maakt niet uit. Zo, die hond mag ook wel even naar buiten. En als er iets aan de hand is, kan hij helpen. Ik hoor echt heel veel zombies, dus ik weet niet wat die villager daarvan vindt, maar ik zal het een chill vinden. Oké, dan maken wij hiervan even heel veel hout, zo. Zo, zit er is hier ergens een grot of zo hieronder. Maar ja, natuurlijk even een hele mooie vloer maken. Moet je natuurlijk ook gebeuren. Wacht, eigenlijk komen hier komen dus de deuren. Dus hier kan eigenlijk een deur, maar dan maken we ook wel even zo. Hier, dit, ik zal dit denk ik, had ik een beetje het idee om een mini stal te maken. Want ja, we hebben nou toch maar één villager. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die villager het gaat doen hier. Ik hoop dat hij flink aan de bak kan. Dan maken we lekker zo, dat is wel vet. Even kijken, pakken we daar hier wat zand van. Dus dan. En dan ben ik niet meer alleen die hier woont. Dus dan kan hij mij een beetje helpen met alles in de gaten te houden. Nou, ik weet niet dat hij iets gaat zeggen, maar dat doet hij niet. We gaan het gewoon mooi maken. Dat moet ook gebeuren. Gewoon eventjes gewoon. Hij moet zich hier echt mooi lekker thuis voelen, vind ik. Dus dan maak ik voor hem een mooi huis. Dat vind ik erg belangrijk. Ook al is het in een game natuurlijk. Je wilt overal gewoon heel veilig en goed kunnen wonen. Zo. Nou, dat ziet er wel nice uit. Dan maak ik hierboven gewoon een zo'n schuin dak, zeg maar. Maak hier een toek. En dan houden we dit gewoon lekker recht zo. Dus dan kan dit alvast recht maken zo. Dan maken we dit alvast zo recht. Oh, dan kunnen we hier nog zo'n hele mooie shining doen, dat is wat ik. En dan kan de villager daar hier gewoon lekker slapen als het avond is. En dan kan hij er gaan zorgen dat ik eten blijf krijgen. Nou, tenminste, als het eten doet. Maar wat kan ik bij hem kopen? Oeh, hij heeft wel een beetje damage. Oef. Maar ik kan wortels naar dingen. Dus ik moet een keer wortels gaan vinden. Maar waar vind ik die? Ik heb echt geen flauw idee. Het is niet echt de beste villager, maar ja, we hebben tenminste iets. En daar ben ik al tevreden over. Zo, dan kan ik zo, nou, hier een deurtje hier plaatsen. Nee. En hier komt er helemaal niks zo. Zo. En we moeten natuurlijk wel eventjes de villager hier thuis laten voelen. Dus. Maar ook al. Hij zal denk ik zichzelf hier wel kunnen vermaken. Ik heb trouwens ook al een bed voor hem geregeld. En zo ging dat proces ook sneller met de villager zombie. Maar natuurlijk moeten wij wel eventjes
een mooi huis hebben hier voor hem. Ik hoop dat hij niet mijn huis gaat pakken. Anders schop ik hem gewoon uit. Even kijken, ja, dit wordt nou een beetje... Ach, geen rolle appels. Oh nee, ik heb niks anders te eten. Uh-oh. Villager, heb jij alles opgegeten? Shit. Villager, ik hoop dat jij eten maakt voor mij, want ik heb een beetje honger. Nou, dan eten maar nog lijkt me op de flash. Oh. Oh, Jenko, ik kreeg goed twee keer niks. Nou, oké. Okay. Wat heb ik heel bijzonder? Dus dan maak ik hier even een shiny duck. Zo. Ja, het hoeft niet echt onderdreven groot te zijn of zo. Maar als dan die ene gozer hier dan komt die energie daar of... Ik weet niet wie het is, maar die mij dit spul gaf. Dan zeg ik van, hé, die heeft nu alweer een village. Nou, moet je even mee oppassen. Ik denk dat die gozer denk ik nog genoeg denk. Ik weet niet wie het is, maar... Ik heb een beetje het gevoel dat hij veel meer heeft dan mij. Dus ja, laten we maar gewoon geen ruzie met hem gaan maken. Ik weet niet eens wie het is, maar ja. Ja, ik vind ze wel prima eigenlijk zo. Of zullen we gewoon... Wacht, is eentje hoger eigenlijk mooier? Nee. Nee, we gaan even van die trapjes maken. Dat ziet er net nog wel netter uit. Want dit ziet er weer te Minecraft uit. Dit is weer gewoon weer te Minecraft. En moeten we dat hebben? Nee. We hoeven niet te Minecraft. Zo, en ik heb de farm ook een beetje groter gemaakt. Ik heb wel heel veel hout. Daar ben ik wel blij mee. Nou, we hebben hier genoeg bomen, dus ja. En een heel stuk bos mag hier wel weg. Of is dat slecht voor de Minecraft natuur? Ja, het is eigenlijk wel slecht voor de Minecraft natuur. Oh man, ik hoorde een witch. Oef. Oh help, kijk hoeveel nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk, de deur is 12, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 25, 26, 27. Yes. En die hond die helpt mij ook een beetje met het beveiligen, dus dat komt denk ik wel goed. Kijk, hoeveel hebben we er nog? 4. Nou, dan moeten we lekker zo een beetje uitspreiden. En zo. Nou, dat komt wel goed. Ja, en die hond zorgt er mooi voor dat hij alles een beetje... Ja, dat in ieder geval dat ik een beetje veilig ben, dus dat komt wel goed komen. Die hond zit altijd een beetje voor de versterking als het nodig is. Waar is die villager nou? Oh man, nee. Nee. Oh, daar ben je. Ik denk al. Ja, die villager die laat me schrikken, man. Niet meer doen. Want die villager die zorgt ervoor dat ik een beetje blijf leven, hoop ik. Oh ja, die dropt dan toch soms ook wel eens eten. Maar eigenlijk moeten we nog een villager hebben. Dan kunnen we uitbreiden. En willen we dat best wel. Maar is dit zo vet? Ja zeker, dat is zeker wel mooi. Oh. Ik hoor die spin lopen, die zit hier, hij is die onder een grot ofzo. Uh-oh. Haal dit een beetje weg zo. Dan hebben we ook een beetje zand. Ja, de Minecraft wordt al steeds beter, ja dat zeg ik je wel. Het wordt steeds mooier. Mijn Minecraft wereld. En er zit maar één persoon, in ieder geval ik weet niet hoeveel personen er nog op zitten, maar volgens mij is het alleen ik en die ene persoon die mij spul gaf. Ja, en misschien echt later, even echt flink later, kan ik er misschien nog wel echt gewoon een echte server van maken. Ja, ik wil nog niet dat die villager naar binnen gaat, waar is hij eigenlijk? Oh man. Oh, hier ben je. Waar heb je te koop? Zo, je kijkt me wel een beetje boos aan, meneer. Kijk eens, hier mag jij gaan pitten. Dan zet ik jouw bed hier neer. Even kijken, hier mag jij gaan pitten, meneer. Even kijken, maar wat? Maar, ja, zet hij deze ook gewoon een beetje hier in een soort van inrichting. Ik weet niet dat hij er gebruik van gaat maken, maar dat zien we wel. Meneer, hier mag u gaan wonen. Oh ja, kijk, hij heeft het ook al gevonden. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb een beetje toortjes, meneer, voor u. Want we willen natuurlijk niet dat u dood gaat. Zo, een beetje veel, maar ja. Meneer, moet je er eventjes het glas erin werken? Oh ja, nu ben je boos. Ja meneer, dit moet er even afgemaakt worden, meneer.
Jongen. Maar wat gebeurt er eigenlijk hiermee? Krijg ik nou eten of zo? In ieder geval, ik weet niet wat die villager eigenlijk allemaal doet. Leg het even uit, ik snap het niet helemaal. In ieder geval, laat zeker tips achter. Daar heb ik sowieso wel wat aan tips. En laat zeker weten tips achter. Dat zou ik heel erg leuk, fijn, in ieder geval fijn vinden. Als jullie tips achterlaat in de reacties. Want zoeken, want eerst weer lekker 1.14. En hoppa, en hoppakee. Hoppakee, hoppa. Hoppakee. Jawel, het ziet er prima uit, joh. Een beetje stijl in werken. Hè? Jawel, het ziet er netjes uit. En zo. Nee, niet. Hier eentje. Nou, voor mij wordt die villager er wel die gaat blij worden. Ik hoop dat hij wel wat eten voor me maakt, want het gaat niet helemaal goed met mij, zo te zien. We moeten eigenlijk gewoon echt een village een keertje opsluiten die super goed is. En dan hier waar je heel veel emeralds mee kan krijgen. En ik heb hem. Meneer de villager heeft wel een beetje eten gemaakt voor mij. Eten? Nee. Dat vind ik wel heel jammer, meneer, dat u dat nog niet geeft. Ja, ik heb nog emeralds nodig, maar ja, we hebben geen wortel farm. Nou, meneer, dit is uw huis nu. Dan wens ik nog veel succes. Dan is uw huis. Nou ja, we moeten dit nog even afmaken. Maar hier kun je dan beter gewoon een keer een dier inzetten of zo. Ik zeg maar wat. Ja, meneer, ik help u even. Huh? Ja? hij zei ook echt gewoon precies wanneer ik het ook kan, zei. Nou, we gaan hier even een beetje de berg in mijnen. Want we moeten nog een keer een muur hebben en we hebben een iron golem nodig. En dat is zeker weten. Maar we gaan nog heel even verder met het villagerhuisje, want is dat belangrijk? Dat is best wel belangrijk. Zo, dan maak ik er even heel hekken van. Zo. Ja, kijk eens aan. Zo. Ik weet niet wat we hier gaan plaatsen, maar we gaan het wel zien. En laat dan ook zeker weten wat ik hier moet gaan plaatsen. Ja, we gaan hem hier gewoon helemaal dicht maken hier dan. Wow. Van zoveel geluid. Zo, maken we dit gewoon lekker mooi zo. Prima. Nou, meneer. Uw villagerhuisje. Ik vind het er mooi uitzien. Ja, vind ik dan. Kunnen we hier een keer gewoon... hier kunnen we misschien zo'n vissers. Iemand die kan vissen. Dat is altijd chill. Hier een klein kampvuurtje. Kan je aan dood gaan? Ja, je kan aan dood gaan. Oeps. Ja, ik heb even eten nodig, jongens. Ik heb nog zo'n potion nodig. Oh Jan, dat heb ik gekregen. Klopt. Maar ja, in ieder geval die ene andere gozer die is veel verder dan wat ik ben. Dat kan ik jullie al garanderen. Nou, maak hier even voor dieren zo. Maak hier alvast iets voor de dieren. Ja, ik wil wel eventjes dat de dieren, dat we dat de dieren hier gelijk aan de slag kunnen. Dat we dan een flink kwartier kunnen krijgen om dood maken. Voor eten. Oh ja, nu kunnen we zeker ook een raid krijgen. Oef. Daar heb ik even niet over nagedacht. Ach ja. Nou ja, dan vlucht hij wel hopelijk hier naar binnen. Maar wat zorgt eigenlijk voor deze village? Zorgt deze village alleen dat die dingen groot worden ofzo? Ja. Duidelijk. Die meneer zei het heel duidelijk. Die zei, oh, die zou abonneren volgens mij. Kijk, wat kunnen we hier een keer van maken? Ook wel een keer een farm of zo. Maar ja, onze farm moet echt veel groter worden. Dus dan net hier nog even extra farm of zo. Wat is dit? Oh. Nou, dan maken we hier gewoon extra farmland, of niet?
Ja, meneer. Meneer de farmer. Heel duidelijk. Hij is wel hard bezig hier, daar ben ik wel blij mee. Mijn hond staat hier ook. Kunnen we hier een keer even een heel mooi... Ja, ik wil daar ook allemaal huisjes op hebben en dan komt nog wel helemaal goed. En kijk, dit wil ik wel hier weg hebben, want het ziet er niet echt heel mooi uit dit hier. Ja, hij moet gewoon even weer flink gaan minen, maar daar heb ik niet altijd even zin in. Dus ja. En helaas kunnen villagers geen miners zijn. Dat is wel jammer. Minecraft, nieuwe update. 1.15. Ja. Zo, maak dit even mooi recht. Dan maken we dit dan gewoon dicht zo. Dan hebben we toch weer extra ruimte. Kunnen hier ook een keer iets bouwen. Zo. Op het moment zijn we niet echt heel erg ver gekomen. Maar ja. Zo, dan bouwen we het meer dicht. Dit bouwen we gewoon helemaal dicht gewoon. En dat vind ik ook wel even mooi. Zo. Misschien kan dit ook al een stukje farmland worden, maar hij moet ook even meloenen hebben, vind ik. Oh, daar ben je. Nou, nu gaan we het maar even één keertje nacht maken en kijken dat hij wel daar gaat slapen. Want dit is mijn bed, meneer. Ja. Dat is jouw huis. Ja. Ja. Okay. Oh, hebben we geen eten? Meneer, we hebben geen eten, meneer. Even kijken, is er iets klaar? Nee, helaas niet. Meneer. Yes, yes, yes. Eten. Even kijken wat hij gaat doen eigenlijk. Waar is hij? Echt, waar is hij nou weer hiervan? Meneer. Oh, hij raakt me echt iedere keer in de stress. Oh, nu staat hij erboven. Oh, nog één. Oh. Moet ik hebben. Gaan we weer. Meneer, kijk eens naar uw farm. Hoe ver u al bent. Als u dit weghaalt, ben ik boos. Even kijken. Dan maken we dit. Even kijken zo. Nou, we hebben echt een hele grote farmer bij. Daar ben ik wel blij. En ook al een farmer. Yes, kolen. Ook al zit het al super lang, maar ik ga het niet wegpakken. Oh ja, hier hadden we een cave. We gaan hier heel even in. Moet ik mijn hond meenemen? En nou, ik doe het later wel. Als ik wat meer eten heb, want... Dit is echt niet normaal hoe weinig eten ik al niet heb. Dat is echt heel vervelend. Ons rotte flesje ook al op. Nou, meneer, dan haal ik dit van u wel even weg. Ja, als u het niet weg haalt, doe ik het wel. Ik plant het wel even netjes terug. Zo. Uh-oh. We lopen langzaam. Ik ga even uw huis in. Die ik trouwens heb gebouwd, dus eigenlijk moet niet zeuren dat ik daar in zijn huis zit. Oh ja, nu wordt het nacht. Waar is de farmer met de boer? Snel, ga naar huis. Gaat hij naar haar huis? Oh, gaat hij echt naar binnen? Yes! Yes, dit is een huis geworden, nice! Oh, hij vindt zijn huisje mooi. Oh yes. Nou, nu heb ik het weer. Ik ga weer pitten. Zo, kijk eens, dan leef ik weer. Oh, beter ga ik geen damage krijgen. Nou, top. Ja. Toppie. Hé, jij komt ook weer boven water. We gaan weer even werken van mij. Dat lijkt mij een slim idee. Dit is mooi. Even extra hout. Nou, eigenlijk ook die bomen erboven even weg hebben. Want daar loopt die man heel veel en moet ik van zin. En laat zeker je tips achter, want ik weet niet wat die villager eigenlijk zelf allemaal doet. Brood wat net had, is ook alweer weg. Eigenlijk was onze farmer veel te klein. Eigenlijk moet ik gewoon iemand erbij halen die echt heel snel heel veel farm en heel veel, nou zeg maar, een hele grote farm kan maken. Dat lijkt me echt chill.
En de bel die ik heb gekregen is ook bijna kapot. Hey, degene op de server, als je kijkt, zal ik misschien wat eten van u mogen. En een nieuwe bel. En liefst diamond. Oké, daar maak ik denk alleen maar meer ruzie mee, maar ja. Het is niet anders. Ik kon nog geen oorlog, hè? Dat doen we later pas. Nee, ik wil wel een beetje samenwerken. Zo. Maar sowieso moet er nog een keer een muur hierom heen komen, want ik ben een beetje bang. Zo. Zo. Oh, tap werkt niet. Oh, anders kon ik kijken of hij op de server was of niet. Dat is dan maar. Want ik kan best wel kijken dat hij op de server is. En dan kan ik ook gelijk weten wie het is. Hey, wat is dat voor bloem? Kun je dat eten? Nee. Dan zet Lerik hem weer terug. Oh, misschien komt een appel uit. Ja, appel. Appel. Appel, 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 appel. Kijk eens aan, hij is al lekker bezig. Oh, hij farmt het ook ondertussen. Kijk maar, wat doet hij daarmee dan? Oh, daar kan hij weer nieuwe brood van maken, denk ik. Dat raak ik weet. Maar ik help hem ondertussen wel. Nou, meneer. Ik weet dat u vindt het niet leuk dat ik aan het farmen zit. Maar ja, ik wel. Of we maken hier gewoon een keihard farm hiernaast. Dat is een goed idee. Nou, ondertussen ben ik echt super veel bezig in deze aflevering. Maakt me helemaal niet uit. Ik vind het juist leuk. Om lekker bezig te zijn in een aflevering. Maak gewoon lekker een lange aflevering van. Dat maakt me helemaal niet uit. Lange afleveringen, wauw, wouden jullie dus, ja. Dan krijg je lange afleveringen. Ja, dit wordt gewoon een farm, een hele grote farm hier. Zo. Kijk eens hier, meneer. Mijn nieuwe farm. Bent u er blij mee? Ik wel. Meneer. Godverdomme. Hij geeft geen ene kick gewoon. Hij denkt van ja, boeien. Ik ben niet bezig. Oh, dan moet ik hier ook zeker zo'n ding maken. Hoe maak ik dat ding ook alweer? Wacht. Wat is het? Ook een loom. Oh, heel even in de crafting table kijken. Dat is nog handig als een boekje. Even kijken. Een crossbow. Oh, die wil ik wel hebben eigenlijk. Een barrel. Moet ik even slaps maken. Zo. Een barrel. Ja. Zo. Neer. Kom eens. Hij moet gelijk. Nee, maar dit. Nu heb ik weer een sunning gemaakt. Oh. Oh, dat is iets anders, een barrel. Oeps. Oh nee, dan moeten we. Oh wacht, dan hebben we gewoon weer een nieuwe. Kunnen we een keer wachten, maar wat is nou met een barrel dan? Hè? Maar wat is die andere dan? Een barrel is. Oh, dit. Hekken. Die had ik toch nog over. Wacht. Meneer. Rustig aan, hè. Hekken. Nou, had ik die. Nee, die heb ik opgemaakt. Zo, ja. Dan maak ik een nieuwe. Zo. Zo. Oh, nog eentje. En dan maken we deze. Dan maken we de meneer ook weer blij. Dan heeft hij twee farms, hè. Ja, meneer. Hij heeft hij gewoon twee, zeg. Potverdorie. Verwen ik hem weer, zeg. Maar ik denk dat die barrel is meer voor de vissers. Nou, hier hebben we er nog een, meneer. En een bel. Hoe maak ik die gewoon echt zo'n town bel of zo? Wat is dit? Oh, we hebben nog zoveel dingetjes. En dit is een smoker. Even kijken. Bel. Nee, town bel of zo. Nee, centraal of zo, toch? Cent. Wacht.
Nou, dat zien we later wel. Nou, zo. Dan, ik hoef niet TNT te maken. Misschien later nog wel. Ik help hem wel. Een beetje. Zo. Deze meneer heeft een keihard farm shop. Zo. Nee, dat is niet mooi. Kijk. Eens aan. En nu heeft hij gewoon meerdere farms. Nou, daar ben ik al een beetje jaloers op hoor, meneer. We maken er echt gewoon één mega farm van. Zo te doen? Ja, dat gaan we doen. Ja, dit wordt wel lekker een lange aflevering, dat zeg ik je wel. Maar ja, ik vind zelf Minecraft opnemen super leuk. En het is makkelijk. En dan komen we nog een keertje verder. Dan wordt het een XXL aflevering. Dat heb ik ook met GTA gedaan. Die morgen online komt. Ik denk dat ik deze dag gewoon gelijk ga uploaden, denk ik. Nou, in ieder geval wel vereditten, dat wel. Ja, dit wordt gewoon lekker een XXL aflevering. Gewoon farms maken en nog een farm maken en nog een farm maken. En we moeten nog een villager, want anders zit het ook niet echt op. Zo, alweer even alles mooi lekker weg. Maakt mij helemaal niet uit, ook al duurt deze aflevering 2 uur, dat maakt me helemaal niet uit. Gewoon een keer een XXL aflevering, maar ik heb gisteren ook helemaal niks geüpload, dus ja. Dus ja, dus eigenlijk is het gewoon keiharde karma. Zo, dan blijft dit wel gewoon pad. Dan maken we hier weer, eentje. Zo. Zo. Zetten we er hier weer eentje neer. Wacht. Daar 3. En toen viel mijn opnameprogramma uit. Nou mensen, dan sluit ik dan hierbij de video af. Mensen, vinden natuurlijk geen duim omhoog doen. Vind natuurlijk hier beneden ook niet te abonneren. Dan moet je super tof zijn. En laat zeker in de reactie achter. Want met tips zal heel erg gunstig zijn. En dan zie ik jullie later weer bij een nieuwe video.